Gordon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat zijn suikergehalte te hoog was. Alles is nu weer in orde met de zanger, zo bevestigt zijn manager aan het ANP na berichtgeving van Shownieuws. Tekst gaat verder onder advertentie: zijn suiker is te hoog, daarom hebben ze hem ter observatie naar het ziekenhuis gebracht, vertelt Gordons manager aan Shownieuws. Waar hij eerst verzwakt was, zou hij inmiddels weer aanspreekbaar zijn. Gordon kampt al sinds zijn 35ste met diabetes type 2. Buzzelet blok ADS.